Ik sta hier in het Stadsarchief. Zou u zichzelf even willen voorstellen? Ja, ik ben Anneke van Veen van het Stadsarchief, conservator en samensteller van deze tentoonstelling over fotostudio Merkelbach. Waar zat fotostudio Merkelbach? Nou, in het hartje centrum, namelijk op het Leidseplein. In het Hirschgebouw, wat in 1912 werd geopend. En hij opende daar zijn studio in voorjaar 1913, dus precies 100 jaar geleden. En dat was een imposante huisvesting. Hirsch was een heel luxe modehuis, dus hij had heel goed begrepen dat dat een goede plek was om een fotostudio te beginnen die zich duidelijk wilde profileren als chic en bijzonder. Hij had een eigen ingang aan de Leidsepleinkant, nummer 29. En wie daar binnen ging, liep eerst langs een etalage. Daar waren foto's uitgestald waarop je kon zien wat Merkelbach zo al maakte. Dan ging je met de lift omhoog. Er was een liftboy die je dan begeleidde. En dan kwam je in het atelier. En dat is heel ruim van opzet, bijna 300 vierkante meter. En het centrum was het daglichtatelier waar de opnamen werden gemaakt. En hoeveel mensen werkten daar zo doorsnee? Ja, dat weten we niet precies. In het begin heel wat. Toen hij begon heeft hij ook zelfs personeel uit het buitenland aangetrokken. Want hij had, voordat hij deze studio begon, zich ook georiënteerd in Wenen en Duitsland. Dus hij heeft ook personeel uit Wenen aangetrokken. En er waren ontvangstjuffrouwen, dus de liftjongen. Er waren natuurlijk in de werkplaats retoucheurs, mensen die de foto's opplakten, afdrukten. Er was heel veel werk te doen. Is er nog iets bekend van die mensen? Nee, daar weten we heel weinig van. Dus de oprichter was Jacob Merkelbach. Die leefde van 1877 tot 1942. Toen heeft zijn dochter Mies de studio voortgezet. Haar man Bobby Rozenboom heeft ook in de studio gewerkt. En we weten van één retoucheur echt de naam en hoe die eruit zag. En dat was Janus van Rietschoten. Daar hangt ook een portret van op deze tentoonstelling. Maar de anderen zijn grotendeels anoniem gebleven. Als we verder lopen, wat voor foto's begon die mee, zeg maar? Zoals ik al zei, wilde ze echt onderscheiden met bijzondere fotografie. Want er waren ontzettend veel portretstudio's in de stad toen al, hè, toen hij begon. Je moet je voorstellen dat als je van een centraal station naar de Munt liep, via de Nieuwe Dijk en de Kalverstraat, dan had je er zo al 20 gepasseerd. Maar die concurreerden allemaal op prijs. Die zaten vlak bij elkaar en die probeerden het zo goedkoop mogelijk te houden om klanten te trekken. Maar Merkelbach die wilde zich echt onderscheiden met mooi werk en op internationaal niveau. En dat kun je zien aan zo'n foto als deze. Dit is niet een recht toe recht aan portret. We weten ook niet eens wie het is. Hij heeft het afgedrukt in een bijzonder procedé, en dat heet een bromoliedruk. Het heeft een mooie kleur, het doet eigenlijk meer aan een tekening denken dan aan een foto. En dit soort foto's zond hij ook in naar tentoonstellingen. En we zien hier ook dat, kijk, het was natuurlijk toch het tijdperk van de zwart-witte fotografie. Die hele periode dat Studio Merkelbach heeft bestaan, van 1913 tot 1969, hebben ze altijd op zwart-wit negatieven gefotografeerd. Glasnegatieven ook nog eens. Maar goed, er was natuurlijk toch wel de wens om kleur in het beeld te zien. En hij bood zijn klanten dus ook ingekleurde portretten aan. Dus dit is een heel vroeg voorbeeld uit begintijd van de studio. En dit is minutieus ingekleurd met gouache verf. En dat geeft het natuurlijk een heel andere uitstraling dan een gewone zwart-wit afdruk. En hij is later ook wel kleuren foto's gaan maken. Dat was een heel ingewikkelde procedé. Dat gebeurde nog steeds op zwart-wit negatieven. Maar via een tussenstap, en dat kun je hier heel mooi zien op de tentoonstelling, aan deze drie beelden. De opnamen werden afgedrukt op glasplaten in de drie kleuren, dus cyaan, magenta, rood en citroengeel. En van die drukplaten werden dan weer dunne velletjes afgedrukt in de drie complementaire kleuren. En die drie velletjes samen, die werden op een papieren onderlaag aangebracht en die vormden het complete kleurenbeeld. En dat zie je hier.
Dit is Mies Merkelbach, dus dit is zijn dochter. Die poseerde ook veel voor hem. Ze is al op haar 20ste in de studio komen werken, dus ze was er ook gewoon altijd vanaf 1924. Dit pro-cd kwam ook midden jaren 20 op de markt. En hij moest natuurlijk voorbeelden kunnen laten zien aan zijn klanten. En dan was het heel erg handig dat dochter Mies bij de hand was om model te zitten. Er zijn nog meer portretten. Ja, wat ik als uit de eigen familie zat ook model voor zijn camera. Dus dit is de andere dochter, Jo, de jongere dochter. En Mies, de oudste dochter, de eerstgeborene, die is in 1904 geboren. Merkelbach maakte ook studies. Hè. We hebben net dat andere portret gezien van dat jonge meisje in rood. Maar hij maakte ook naaktstudies. En daar laten we hier ook een paar voorbeelden van zien. Dus in dit gedeelte van de tentoonstelling zie je toch wel alle bijzondere kanten van zo'n portretstudio voorbij komen. En wie is deze bijzondere dame? Deze dame is Mata Hari. Dus, de ouderen onder ons weten misschien nog wie zij is. Ze was Friezin van afkomst, maar ze werd striptease-danseres in Parijs. En ze was in 1915 op tournee in Nederland en heeft zich toen laten portretteren door Merkelbach. Maar ze is al 2 jaar later gestorven, namelijk voor het vuurpeloton als spionne. Dus door de Fransen in Parijs geëxecuteerd. En in de jaren 30 groeide die mythe rondom haar steeds verder en werden er ook 2 Amerikaanse films over haar leven gemaakt met Marlene Dietrich en Greta Garbo in de hoofdrollen, dus ook niet de minste. En Merkelbach bedacht toen, ik heb nog een opname van Mata Hari in mijn archief. En hij heeft toen een vergroting gemaakt. En dat had hij nodig om een grote afdruk te maken voor zijn etalage. En dus deze vergroting is uit 1932, dus 17 jaar nadat ze bij hem in de studio was geweest. Vroeger hadden we geen Photoshop. Nee. Ja, wij niet, maar toen ook niet. Nee. Maar ik zie hier toch een frappant staaltje van trucage, zeg maar. Ja, dit is ouderwets knip- en plakwerk. Ja, dit is een heel curieus voorbeeld. We hebben er ook veel plezier aan beleefd, moet ik zeggen. Dit is een echtpaar wat in het huwelijk trad. En door Merkelbach verschillende opnamen liet maken. Ook met verschillende achtergronden, verschillende entourage. En het was gebruikelijk om van die opname proefafdrukken te maken en die aan de klant voor te leggen. En dan kon iemand, of gezamenlijk werd er dan besloten, dat wordt de foto, daar gaat een mooie afdruk van gemaakt worden. Maar kennelijk wrong er iets en kwam men tot de conclusie dat op de ene foto de man dusdanig poseerde dat dat eigenlijk het meest aantrekkelijke gezicht was. Terwijl de entourage en de aankleding op de andere foto ook weer zo mooi was. En toen is er dus inderdaad met schaar is zijn hoofd uit de ene afdruk geknipt, is op het negatief van de ander gemonteerd, om later weer een nieuwe afdruk daarin te kunnen afdrukken. Het is heel ingewikkeld om het zo eventjes in woorden uit te leggen. Afdrukken werden ook niet in de vergroter gemaakt, als iemand dat nog iets zegt, maar werden in contact gemaakt. Dus op die manier kon je wel heel precies werken. En er is naast deze tentoonstelling nog een tentoonstelling? Ja, dat klopt. Het is een dubbel tentoonstelling, want we vonden het ook interessant om portretfotografen van nu te vragen om werk te maken waarbij ze zich op een bepaalde manier tot Merkelbach verhouden. En dat hebben ze op heel verschillende manieren gedaan. Erwin Olaf heeft Joodse Amsterdammers geportretteerd. En die heeft daar kooldrukken van gemaakt. Dat is ook weer zo'n ouderwets procedé dat Merkelbach ook gebruikt. In de tentoonstelling hangen ook kooldrukken van Merkelbach. Maar in de hal zie je dus kooldrukken van Erwin Olaf. Petra Stavast heeft, dat is heel erg leuk, Merkelbach werkte dus met een reusachtige houten platencamera. En zij heeft een serie portretten gemaakt van jonge en bekende theatermensen. Ook weer naar analogie van Merkelbach, maar dan met niet eens een echte camera, met een Siemens-telefoon. Eigenlijk de eerste waarmee je ook foto's kon maken, de S75. Ik weet niet uit welk jaar die was, maar inmiddels alweer een hele tijd geleden. Dus dat is technisch gezien natuurlijk iets totaal anders dan die grote platencamera. Dat geeft een hele mooie, korrelige structuur aan die beelden. En de derde serie is van Anoushka Blommers en Niels Schum.
Zij zijn eigenlijk net als Merkelbach een studio die ook reclame doet, ook mode doet, ook theatermensen doet. Ze hebben een aantal beelden uit hun productie van het laatste tijd gekozen. En daarnaast hebben ze drie beelden samengesteld uit voorwerpen. En als je door je wimpers kijkt, herken je portretten van Merkelbach erin. Ook een leuke tentoonstelling. Ook een hele mooie tentoonstelling, ja. Hartelijk dank voor dit interview. Graag gedaan. Als op het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan. En het is gezellig op het asfalt in de stad.